Ik probeerde nog even goed tot me door te laten dringen wat het betoog precies was van mevrouw Van der Plas. Want kijk, als je kijkt naar hoe de landbouwsector in Nederland presteert, 122 miljard euro verdiend aan de export in 2022, 17% meer dan het jaar ervoor. Daar staat tegenover dat vanuit Europa er een behoorlijke subsidie gaat naar de Nederlandse landbouw. Je kunt twisten over het exacte bedrag, maar ongeveer een kwart van het inkomen van boeren komt uit subsidie voort. Nu is het zo dat je een euro maar één keer kunt uitgeven. En het stimuleren van een vergroening is het belonen. Dat is niet op basis van wantrouwen, maar het is het belonen van goed gedrag. Wat beoogt mevrouw Van der Plas nou precies om daarnaast te stimuleren? Terwijl de sector al zoveel verdient en er al een forse subsidiestroom is richting de landbouw. Mevrouw Van der Plas. Nou, om te beginnen over de subsidiestroom aan de landbouw. De heer Van der Lely spreekt over het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het GLB, de GLB-subsidies. De GLB-subsidies, dat zijn eigenlijk hectare toeslagen. Dus als jij een boer bent met grond, hè, om het even simpel te zeggen, dan kun jij in aanmerking komen voor die subsidie. Veehouderij, intensieve veehouderij, krijgt 0 cent uit de GLB-subsidies, want het is een grondgebonden toeslag. Dus dat gaat over melkveehouders bijvoorbeeld, maar ook heel veel biologische akkerbouwers, biologische melkveehouders, die kunnen daar een subsidie voor krijgen. Boeren willen best af van die subsidie. Die willen gewoon een goed inkomen verdienen en die willen gewoon dat het in de markt wordt betaald. En dat is natuurlijk op dit moment nog niet zo. Overigens worden die subsidies ook allemaal veel strenger. Dus dat eventjes over de subsidies. Voor de landbouw wordt altijd gedaan alsof ze aan een soort van subsidie-infuus lurken. Kunt u afronden? De hele dag. Kunt u... Ja, er stond toch een paar dingetjes genoemd. De landbouwsector heeft 122 miljard verdiend. Maar ja, dat is hetzelfde als wat de heer Hoekstra hier als toenmalige minister van Financiën aangaf. Ja, het gaat hartstikke goed met de economie. En het geld klotst bij wijze van spreken tegen de plinten op. Maar dat het goed gaat met de economie, dat wil niet betekenen dat mensen veel te besteden hebben. Dus er is een verschil tussen 122 miljard omzet hebben in de, over de export, volgens mij, ja, over de export. Dat wil niet zeggen dat het besteedbare inkomen van de boer goed is. Je moet kijken naar het besteedbare inkomen. Er wordt al gezegd, ja, boeren zijn allemaal miljonair. Nou, dat zit vaak in grond en stenen. Volgens mij kun je grond en stenen niet eten. Wat die export betreft, dat is wel gewoon een belangrijke pijler van onze economie. Want dank u wel. Tijdens de financiële crisis, ja, ik wil het toch even goed uitleggen voordat er verkeerd beeld dat ontstaat. Dat snap ik helemaal, maar ik zie... Ja, ik begin niet over landbouw, hè? Nee, zeker, maar het ja, kan ook wel iets, net, maar het moet iets korter en krachtiger, zeg ja. Ik. Ja, nee, maar dus in de tijd van toen wij de financiële crisis hadden, jaren geleden, toen is de landbouwsector doorgedraaid en die heeft eigenlijk... ja, Nederland min of meer ook op de been gehouden, want daar werd gewoon inderdaad geld verdiend met export. Nou, over export zou ik verder niet uitweiden, dat wil ik best een andere keer doen. Maar elk land wat ergens goed in is, exporteert. Dat doet Duitsland met auto's en Colombia met koffie, noem maar wat. Dus dat is helemaal niet raar. In de Zwitserse Alpen groeit geen sla, dus het is heel normaal dat Zwitserland van ons sla koopt, bij wijze van spreken. Bedrijven af. Bedrijven af, maar goed. Ja, maar export is tegenwoordig een vies woord, maar ja. Laten we daar blij mee zijn, want... dat is gewoon hoe de handel in elkaar zit. De een koopt het een van de een en de ander van het ander. Korte vraag, de heer Van der Lee. Ja, maar goed, als ik het dan goed begrijp, dan zijn we het op één ding eens. Hè, dat het huidige systeem, productiesysteem binnen de landbouw niet het inkomen geeft aan boeren waar ze eigenlijk recht op zouden hebben. En dat vereist een aanpassing, een transitie. En ongeacht het etiket dat je daarop plakt. Maar het is beter om je euro's te besteden aan die transitie, zodat ook boeren een eerlijke prijs krijgen voor wat ze doen, dan activiteiten te subsidiëren die de transitie tegenhouden. Dank u wel. Kunnen we elkaar daar dan op vinden? Mevrouw Van der Plas. Twee dingen. Ik heb het niet over het subsidiëren van activiteiten. Ik heb het over het vergoeden van het uit de productie nemen van landbouwgrond.
Dus die landbouwgrond wordt, doordat er bij sloten en vaart en kanalen niet meer bemest mag worden, dan dat gewas groeit. Mensen heeft gewoon mest nodig. Ik bedoel, elke Nederlander heeft wel een zakje mestkorrels in de tuin om tomatenplantjes te bemesten. Je kunt niet zonder die mest om een goede opbrengst te hebben. Dus dat gaat nu weg. En dat komt door de EU-regels. Maar er is geen enkele compensatie voor. Dus dat is niet een activiteit die gesubsidieerd wordt. Het is iets wat afgenomen wordt, gesubsidieerd wordt. En het inkomen van boeren, van voedselproducenten in het algemeen. We hebben het ook over de visserij bijvoorbeeld. Ja, weet je, ik zou willen dat iedereen die op de verjaardag hard loopt te roepen dat ze allemaal biologisch kopen, dat ze dat ook daadwerkelijk zouden doen. Want intussen is het bestedingen van biologisch voedsel bijvoorbeeld in de supermarkt is maar 3%. Maar als ik mijn verjaardagspraat mag geloven af en toe, dan is het 100%. Maar dat is niet zo. Dank u wel. Dus laten we betalen voor producten zodat de boeren een beter inkomen krijgt.